al bijna 5000 doeken, man. Ze zijn gewoon stinkend rijk. Yo mensen van Soms Patrick en welkom bij deze nieuwe video op mijn kanaal. Eigenlijk gewoon de eerste echte gaming video gaat het worden. En vandaag gaan we, laten we deze randomizer kiezen welke Assassin's Creed game we mee gaan beginnen. Ik heb in principe nog meer dan deze vier, maar deze vier staan nu al op mijn PC geïnstalleerd. En ik heb geen zin om weer een halve dag te gaan wachten. Tenzij iedereen zegt dat we Unity moeten gaan spelen. Of andere games. Dus dan moeten jullie gewoon, als jullie nog een andere Assassin's Creed game kennen. Ik heb alleen vier niet. Ik heb Rogue niet. Syndicate heb ik besteld, dus die komt eraan. Wat heb ik nog meer niet? Eén heb ik ook niet. Maar dat was het wel ongeveer. Dus in de reacties allemaal achterlaten. En nou, we gaan eens kijken wat deze randomizer eruit gaat halen. We gaan beginnen met Assassin's Creed Liberation. Dus ik zie jullie in de game. Nou mensen, we zitten dus nu in de game. En nou ja, ik ga op bevestigen klikken. En dan beginnen we gewoon met een nieuwe serie. Connect with the past. Relive history. Using Abstergo's incredible research into genetic memory, Animus gives you the chance to game within the past. The product you have purchased allows you to access the memories of Aveline de Grandpré, an 18th century assassin caught between two worlds, fighting to find her true purpose. Make history yours. History is our playground. Animus. Zo. Het ziet er zwaar interessant uit. Ook super cool gedaan. De graphics staan op het allerhoogst. Dus ook in de game en ook qua mijn opnameinstellingen. Dus als het goed is, moet daar moet alles gewoon goed zijn. Ik speel trouwens op de PC voor mensen die het willen weten. Ik heb het al een tijd niet meer gespeeld. Het zat een tijd in mijn ladekast. Alleen ik vind Assassin's Creed gewoon een van de meest ubercoole games die er zijn op de wereld. Vang die chick! Work, monsieur. Look at this one. Hard-working, strong, healthy, too. I told you to keep your place, Congo. As I was saying, monsieur, this one is strong as an ox. It's in good health and all, not counting the missing toes. Mama? We moeten dus even achteraan gaan. Compleet onopvallend. Ik raak ook snel buiten adem. We moeten wat gaan doen aan de conditie. Mama! Vind je moeder. Dat is niet heel lief van haar. Oh, en nu ligt ze weer op de grond. Is de 30 jaar op de grond gelegen.
Nou, we mogen meteen gaan knakken. Schrik. Wacht, nu zie ik opeens dat bloed uitstaat. Heb het tenminste weer. Het is allemaal wel lekker pijnlijk. Hoehoe. Pittige vrouw deze. Godverdamme. Het was maar een droom, zoals het wel vaker gaat. Ma chérie, you were shouting again. Was it the nightmare? Oui. Only a dream. I'm sorry to have woken you. Shh, ma chérie, shh. Never apologize. A mother worries, even a stepmother. Thank you, Madeleine. Nou ja, zoals altijd zijn stiefmoeders niet de held in dit verhaal. Maman, do you worry too? Did you forget me? Or are you gone? In any case, the night has better uses than sleep. Oh, wat dan? Ik vind het heerlijk als ik in bed lig. Ik vind het ook heerlijk als ik video's maak. Oh ja, natuurlijk. Huppakee. Maar bij Assassin's Creed zit er eerst een hele storyline voor voordat ze eindelijk dat pakketje aan... Pakketje. Het hele pak aan mogen trekken. Maar nee, nu heeft ze dat gewoon ergens in de broekzak gedaan. Broekzak in een kist gestopt. Ik kom echt niet uit mijn woorden vandaag. Ah. Maar laat me even weten wat jullie vinden van deze serie. Ik heb er best veel zin in. En als jullie er allemaal geen ene tering aan vinden, dan... Oh, ik mag niet zoveel schelden. Nee, maar als jullie er niks van vinden, dan moet je dat gewoon zeggen. Want zoals ik al bij de kanaal trailer heb gezegd, mogen... We have uncovered news of a plantation from which slaves are vanishing. The owners reported their escape, but our network can find no trace of them. If you don your slave guys, perhaps you can investigate this mystery from within. A dressing chamber has been prepared for you in a strategic location. From the top of the cathedral, you will see it. Nou, zoals ik al in de kanaaltrailer zei, ik heb meerdere games. Ik ga sowieso ook Minecraft doen met een paar andere YouTube kanalen die ik gewoon ken. En dat is goed voor ons beiden, want ik ben natuurlijk beginnend en ik weet ook niet wat ik hier nou eigenlijk nog mee wil bereiken. Nou, het is eigenlijk gewoon een beetje verveling. Ups. En op 11 december, er komt er een speciaal filmpje. En sorry voor het geval dat als ik geen facecam heb, het komt allemaal nog wel goed. Ik ben het aan te regelen, zeker nu met de feestdagen. Want ik denk dat ik gewoon gamen zonder facecam doe. Tenminste, ik ben niet van die... ik ben niet zo'n persoon die meteen van alles helemaal wow, compleet overdreven emoties laat zien. Ubisoft presenteert een game van Ubisoft Sofia en Montreal. En Assassin's Creed Liberation. Yeah, we zijn begonnen. Ik heb er zin in. Een avond in New Orleans. Nou, we weten meteen waar het zich afspeelt. Maar waarom praten ze dan Frans, vraag ik me af. Misschien zaten de Fransen in die tijd in New Orleans. Maybe. Dan gingen we nu naar die... niks aan de hand. Ik zie hierboven meteen een kist liggen. En ik ben zwaar geïnteresseerd in kisten.
aan het begin ben ik er altijd wel heel erg. Dat je dan nog niet heel veel geld hebt. Ik heb de game al een paar keer uitgespeeld. En hij is heel vet. Maar het is alweer een tijd geleden. Dus de storyline zal bij mij alweer wel weer een stukje weg zijn gezakt. Maar er zullen mij ook wel dingen bekend voorkomen. Oh, we mogen ons gaan verkleden als een slaaf. A delivery will arrive at the plantation. A perfect cover. Hide in a wagon and follow the cart to discover the location without being seen. Oké. Okay. Daar is het groene tekengeval. Het handige van die slaap is dat je dan gewoon niet heel snel wordt opgemerkt. Super chill, maar je beruchtheid is dan wel, gaat dan wel veel sneller omhoog. Hmm. Padum, padum. Ik lijk me al Zwarte Piet, man. Zo over die daken heen. Nou ja, dat is het meestal het geval met Assassin's Creed. Ik zie een kist. Kist, hier is een kist. Wacht. Ik dacht even, dat zag er best spastisch uit hoe zij aan dat ding hing. Zo, 15.000 doekoe. Dat zal altijd nog wel van pas komen. Plakken we deze weg. En dat jagen we naar dat groene ding. Een hond. Daar kon je toch iets mee? Nee, heeft de hond geen interesse? Nee, de hond heeft geen interesse. Oké. Hier is weer een kist. Dus we gaan de kist ook even pakken. Kisten, kisten, kisten. Hier zit de kist. Oké. En ik zie dat trouwens ook al onze de plek waar we moeten wezen. Padoem, padoem. Moeten we hier langs. Huppakee. Zwarte, als een Zwarte Piet door de daken heen. Pietje. Sorry, ik vind die varkens zo geniaal. Het is heel grappig met die kippen, want als je er tegenaan loopt, gaan ze wegrennen. Het is heel grappig als je dan achter. Het ziet er heel lullig uit dit. Is lekker appeltje aan het eten. Oké. Okay. Geen afleiding door kippenpest. We gaan gewoon naar die stadspoort. Volgens mij is er ergens een feestje. We moeten binnen 14 seconden in het hooi komen. Het is echt gewoon de meest epische missie. Gewoon echt zwarte balken eronder. Alles. Prachtig. Krat, oké. Okay. Vind ik ook. Kijk, roet met saloot. Ik heb haast. Niemand heeft mij door. Pom, 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 pom. Loopt ze nou door die kist heen? Wow, dikke chance party door de kist heen. Ze moeten nog wel wat doen aan die glitches, Ubisoft. Who are you? How did you get past the guards? We have plenty of trouble here already. Don't need no more. I'm Aveline, a friend. Slaves have been reported escaped, but none has yet reached any safe house. My contacts fear the worst. If you're a spy, Aveline,
You won't find no cause for persecution here. My brothers have vanished, then my aunt. Today, my youngest sister, Therese. They ain't escaped, as you say. They're taken. Besides, Therese would never survive on her own. I'll find her. Aww. If any have trodden through these fields, they must have left tracks. Goed idee. We gaan even omhoog klimmen. Op de ding. Ik ben best dramatisch. Dan zit je gewoon lekker in je kamer. Lekker relaxed. Wat doe je in je kamer? Computergame te spelen hadden ze nog niet in deze tijd. Hoor je opeens iemand boven op het dak lopen. Oké, synchroniseren. Ik vraag me ook af hoeveel uitkijkpunten erin zitten. Man, in Assassin's Creed 2 er zitten er iets van 72 uitkijkpunten. Het is me gelukt om ze allemaal te dingen. Oh, nee, dus niks aan de hand. Excellent. Ik zit hier gewoon een beetje met de slaven te kletsen. Oké. Okay. Het ziet er heel ongemakkelijk uit hoe zij nu aan het lopen is. Oh man. Knak knak. Oh, automatische deuren. Ja joh. Don't be afraid, Therese. I'm a friend. Who did this? Your master? No. This son. Oh, please help. Be strong. I'll get you to safety. You'll pay for this. Oh nee, man met schik. Guards, hurry! We've got rats in the barn. Okay. Potje knokken, woehoe. Oh, two win uno. Pijnlijk. This nightmare! I can't take no more! His terror is over, Therese. Stay with me. Oh, we must hurry. Therese. Okay. Eerst wil ik saluten. Looten, looten, looten. Even koeken doen of er nog een beetje wat interessants in zit. Okay, dank u. We hebben al bijna 5000 doekoe, man. Ze zijn gewoon stinkend rijk. Evelyn, my daughter, wandering alone at dawn. Where have you been? After the nightmare, I went to take air. Dear stepmother, I'm grown now. You needn't worry for my safety. You underestimate the dangers of the world. If not your safety, then to your reputation. Why must you be so headstrong? I wish you would... In truth, Madeleine, I'm in need of your assistance. I'm afraid it's urgent. What now? While walking... I was startled by cries of distress. Following them, I discovered a woman, a slave, badly wounded. Where is she? I will send help. She awaits in a wagon, outside, in the street. Evelyn! Don't be cross. I knew you'd know the thing to do. I couldn't risk leaving her to perish. You have already sentenced her to persecution by your very impulsiveness. Very well. I will not turn my back now, not that you have left me much choice. I will see that she is treated in utmost discretion. Thank you, Madeleine. Yay. In the meantime, hurry to town and fetch your new traveling clothes. Go quickly. We have no time to lose. We have no time to lose. Nou, ik heb wel tijd te verliezen, denk ik. Want ik wil jullie hierbij gaan bedanken voor het kijken naar deze video. Ik wil jullie vragen voor een... Nou, ik wil niet vragen voor een like, dus ook voor zoiets.
Nou, ik ben blij dat je hebt gekeken. En als je deze video gewoon nou tof vond, dan is wordt een like erg gewaardeerd. Abonneer ook meteen. Dan is mijn dag gewoon helemaal prachtig. En dan zie ik jullie bij de volgende Assassin's Creed game. En wil ik alleen nog één ding zeggen. En dat is like, abonneer en tot de volgende keer. Ciao.